Hallo, de eerste Bruce Lee film die ik zag was Enter the Dragon. En nu weet ik van het verhaal eigenlijk alleen nog maar dat het een undercover operatie was. Maar die verhaallijn doet er ook vrij weinig toe. Er zijn personages die de slechtheid vertegenwoordigen. Er zijn momenten van naargeestige en onmenselijke aard. En er wordt natuurlijk veel gevochten met Bruce Lee die het vechten er zo natuurlijk en soepel uit laat zien. Die lichte tred van Bruce Lee is waarschijnlijk vergelijkbaar met thai-bokser Remy van Zanden, de hoofdpersoon uit Het Waanzinnige van Sneeuw, een roman van Alex Bogers, waarin Remy zichzelf vechtkunstenaar noemt en als bijnaam Nureyev krijgt, vernoemd naar de sierlijke Russische balletdanser. Bogers hanteert een overduidelijke spanningsboog door het verhaal te laten beginnen op het moment dat Remy in het ziekenhuis wordt opgenomen met een verbrijzelde rug. Ook leer je dat Estée, de zus van Remy, onlangs zelfmoord heeft gepleegd en dat hij nog middenin het verwerkingsproces zit. Wat volgt zijn twee verhaallijnen, het moment dat hij met thaiboksen begint en zijn revalidatie in het ziekenhuis. Hierdoor lees je aan de ene kant naar het dieptepunt toe, maar ga je er ook vandaan. Ik zat Saïd alleen maar aan te kijken en zei niks. Hij was er opgefokt dat ik niks wilde zeggen. Opgefokte mensen luisteren niet. Het maakt niet uit wat je zegt. Ik kon beter mijn bek houden. Het klonk ook zo overdreven allemaal. De stijl van Bogers valt te typeren als korte, krachtige zinnen en dialogen zonder schroom van pathetiek en het uit de weg gaan van heftige gebeurtenissen. Remy, die als white trash wordt getypeerd, raakt bevriend met Saïd, de beste vechter van zijn sportschool. En met diens vriendengroep trekt hij op die voor de lol op straat knokt. De echte reden voor deze vriendschap is dat Remy zich enorm aangetrokken voelt tot Nadia, de zus van Saïd. En tja, als je iets niet moet doen, is het wel het bed induiken met de zus van je agressieve vriend. Het verhaal draait om rouw, broer-zusrelaties, verdriet en agressie, waarbij vele Bruce Lee films langskomen en waarbij sneeuw soms niet en soms wel valt als een vorm van opzichtige symboliek. Dat vind ik het waanzinnige van sneeuw, dat je ergens naartoe kan lopen en dat als je maar lang genoeg op een punt blijft staan, het lijkt of je uit de hemel bent komen vallen, omdat je geen voetsporen hebt. En zo zit een verhaal over een vechter die met zichzelf strijdt, die de doodswens in de ogen moet kunnen kijken om totaal gemolesteerd weer op te kunnen krabbelen als hij heeft geconcludeerd dat hij gebroken is door de liefde voor zijn zus en dan uiteindelijk de sneeuw kan laten vallen. De lading van de term held is aan inflatie onderhevig. Het betekende ooit een dappere krijger, zoals Achilles en Ajax uit de Trojaanse oorlog, of Balewijn en Lancelot als ridders van de ronde tafel. Maar een held zijn is allang geen dagtaak meer, zoals David Bowie dat ooit zong. Tegenwoordig kun je al een held zijn als je gewoon je werk doet. Zoals Geert Wilders dat bij het boerenprotest onlangs riep. Jullie zijn de helden van Nederland! Het grappige is dat sommige etymologen het woord held verbinden aan het oud-Noorse hulleur. Ik spreek het vast verkeerd uit. Wat dan vrije man of boer zou betekenen. En dus kun je concluderen dat Wilders wat dat betreft gelijk heeft, dat hij ze de helden, oftewel de boeren, van Nederland noemt. Maar sinds Don Quixote kunnen helden ook dwaas zijn. En inmiddels kennen we vele anti-helden. En in de naoorlogse Nederlandse literatuur werd het heldendom met zijn oorlogshelden ook steeds in twijfel getrokken. Het beeld van goed en fout, het zwart-wit denken, werd grijs. En zo'nzelfde discussie speelt een rol in De Held van Jessica Duurlacher. Het verhaal draait om Sarah Silverstein, die op een avond als aan het hardlopen is, wordt aangerand. De man trekt een kettinkje met een Joods symbool van haar nek en hij laat ook blijken dat hij haar kent. Mijn beide armen heeft hij beet. Hij is sterker. Veel sterker dan ik. En hij hijgt. Dus toch, het schiet een milliseconde door mijn hoofd. Ik denk aan mijn kinderen die ik troostte en beschermde met mijn lichaam toen ze klein waren. Een kus als een zegening, een streling als een bezwering van het kwaad. Sarah is een dochter van een Joodse vader die de Tweede Wereldoorlog als kind heeft meegemaakt en die ervaring uiteraard zijn hele leven met zich mee heeft moeten dragen. Op zijn sterfbed kraamde hij wat onsamenhangende woorden uit als Wagner en Federman. Dit verhaal in maar liefst 160 korte hoofdstukken dat volgens Sarah lange wortels heeft, is een ontrafeling van de geheimen binnen de familie. Alle geschiedenis draait uiteindelijk om oorlog. In dit boek toont Duurlacher hoe oorlogstrauma's doorwerken. Over de wiedergutmachung, het vergeven van de mensen die fout waren in de oorlog. Maar Sarah en haar familie kiezen uiteindelijk voor vergelding. Het kwaad moet kapot gemaakt worden en daarvoor heb je helden nodig. En familie, want de kinderen van Sarah spelen uiteindelijk een belangrijke rol. De vergrijzing van goed en kwaad heeft in deze roman dus
haar grenzen. De uiteindelijke vergelding staat haaks op een boek dat Sarah aan het lezen is, namelijk Disgrace van J.M. Coetzee, waarin een verkrachte dochter en haar vader niet voor vergelding kiezen, maar het ongemakkelijk genoeg laten rusten. Ze aanvaarden het slechte als iets menselijks om iets van hoop te houden. Maar bij Duurlachen erven de personages het verleden, waarbij machteloosheid transformeert tot heldendrang en wraak de enige hoop op bescherming is. Herinneringen behoren tot de tijd waarin ze zijn gevormd. Automatisch ga je er dan ook van uit dat ze altijd tot dat verleden zullen blijven horen, maar dat is niet zo. Ze lopen met je mee, het leven in, het leven door. Ze verwijderen zich met precies dezelfde snelheid van hun geboorte als jij. De film Memento van Christopher Nolan laat zien hoe weinig identiteit je nog bezit op het moment dat je je geheugen verliest. Je wordt dan volledig afhankelijk van de mensen om je heen die daar ook misbruik van kunnen maken. Peter Middendorp draait dit gegeven om in zijn boek Jij bent van mij. Zolang je geheugen normaal werkt, draag je herinneringen met je mee. En dat is niet altijd even prettig, zeker niet als je een verschrikkelijke misdaad hebt begaan. Ik ben de geminachte, de onsympathieke. Al in een herinnering aan het ongeluk van zijn vader, waarbij hij zijn been verloor, beschrijft hoofdpersoon Tille Storkema zichzelf als een kind dat niet wordt opgemerkt, wat hem blijkbaar een groter trauma heeft bezorgd dan het ongeluk van zijn vader zelf. Wat de misdaad is die Tille, een melkveehouder uit een klein dorpje, heeft begaan, wordt door de auteur en de hoofdpersoon niet verborgen gehouden. Hij heeft een meisje van 16 s'nachts verkracht. Hij heeft haar voor levend achtergelaten in een veld, maar de volgende ochtend is ze dood gevonden. Het verhaal doet daarmee sterk denken aan de moord op het meisje Marianne Vaatstra in 1999. De moordenaar wordt niet gevonden en ondertussen wijzen mensen de vluchtelingen uit een nabijgelegen AZC aan als schuldigen. Terwijl Tille in alle toonaarden zwijgt, zo ook zijn vrouw Ada, die toch wel bloedsporen in zijn kleding heeft gezien. De jaren verstrijken en de twee kinderen van het echtpaar Tille en Ada groeien op. En vooral het opgroeien van zijn oudste dochter Suze laat bij Tille steeds de herinnering aan de misdaad terugkomen. Als na 13 jaar een grootscheep DNA-onderzoek wordt gehouden onder alle mannen in de buurt, is dat het moment dat Tille geen weerstand meer kan bieden aan zijn herinnering. 13 jaar ben ik een mens geweest, heb ik geprobeerd een mens te zijn, heb ik gevochten voor het recht om mens te mogen zijn. Ik heb alles gegeven. Zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra. Het verhaal wordt verteld in 4 delen die elk de naam van een seizoen hebben gekregen. Tille haalt herinneringen op aan zijn ouders die langzaam uit huis werden gedrukt door de komst van zijn vrouw en kinderen. Op de achtergrond komen regelmatig de asielzoekers uit het AZC te sprake. En als een meisje uit het centrum door baldadige jongens tegen zijn auto rijdt, is hij vastberaden haar te helpen als een soort van boetedoening. Jij bent voor mij gaat over bezit, over koeien en mensen die elkaar in de greep houden, over het plattelandsleven, over xenofobie. Maar tot slot, want de waarom-vraag blijft hangen, gaat het over de vraag hoe iemand tot zo'n gruwelijke daad komt.